Anna, wat dacht jij toen je benaderd werd voor dit project? Ja, ik vond het eigenlijk meteen al heel erg leuk. Ik denk zo'n heftig verhaal en ook een verhaal wat we eigenlijk allemaal al kennen en dan met name uit de Bijbel of uit de kinderbijbel of weet je, of je nou gelovig bent of niet. Het is een verhaal dat we allemaal kennen en om dat juist op een eigen tijdse manier te vertellen, ook waar je zelf bij staat en wat je zelf meemaakt, dat intrigeerde me wel heel erg. Dus ik vind het erg leuk om daar een onderdeel van te zijn. Oké, en heb jij zelf iets met het verhaal? Ken jij het goed of ben je zelf gelovig opgevoed? Of? Ja, ik ben absoluut gelovig opgevoed. Dus ik heb dat verhaal meerdere malen gehoord. Op een gegeven moment gaat het voor je spreken en wordt het ook iets eigens. En is het meer het verhaal daarachter en de betekenis daarachter, weet je wel? Wat heel erg belangrijk gaat worden. En wat is die betekenis dan? Ja, dat God levend is nu. En dat hij... dat het niet alleen een verhaaltje is of niet alleen een geschiedenisfiguur, maar dat het een iets of een entiteit of een, weet je hoe je het ook wil noemen, is wat nu leeft en wat in mijn leven heel belangrijk is en heel aanwezig is. Vrienden van mij die hebben dat wel eens een keer gezegd, want dan had ik het over het geloof en probeerde ik dat uit te leggen wat het was voor mij, omdat het natuurlijk heel moeilijk is, zeker als je een heel groot aantal vrienden hebt die niet geloven, om dat uit te leggen. En ik studeerde ook filosofie, dus ik had ook allemaal van die mensen om me heen die, nou ja, behoorlijk, weet je wel, niet gelovige oplossingen zoeken. Ja, atheïsten. Nou ja, ga dan maar eens zo'n debat aan. Een vriend van me zei, ja, Hanna, je kan wel zoveel zeggen als je wil, maar uiteindelijk zien wij wel aan jouw leven en de keuzes die je maakt, wat het is en waarom en dat dit belangrijk is en wat dat geloof dan is, weet je wel. Toen dacht ik, ja, dat is ook zo. Kun je iets vertellen over jouw rol? Want jij bent... Een soort journalist? Ja, ik ben een journalist. Ik ben de rechterhand van de verteller. Ik ga eigenlijk meer met een beetje met een open oog. Hoe zeg je dat? Ja, open mind. Ga ik de mensen vragen stellen die meedoen aan de processie. Dus waarom ze geloven, wat het geloof voor hen is. Omdat eigenlijk op een beetje... open en kritische manier te kijken hoe dat leeft, hoe dit verhaal leeft onder de mensen, gelovig of niet gelovig. Succes. Dankjewel.